denk wat ik die mensen vooral wil meegeven is dat je jezelf vooral op de eerste plek moet zetten als het daarop aankomt. Je krijgt heel veel invloeden van verschillende mensen, vrienden, familie, school. Maar ik denk dat veel mensen vergeten vaak dat jij degene bent die die baan moet hebben uiteindelijk. Jij bent degene die uiteindelijk die weg moet doorstaan. Jij moet op een gegeven moment komen waar je wil zijn. En het is natuurlijk moeilijk, want iedereen verwacht natuurlijk iets van je. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je toch bij jezelf afvraagt, zou ik dit nog over 10 jaar doen? Zou ik dit nog over 15 jaar doen? En ben ik daar gelukkig mee? Ja. Als je dat kan, als je die invloeden voor jezelf af kan zetten, tuurlijk, je kan wel luisteren en advies nemen en dat moet je ook zeker doen van verschillende mensen. Maar toch altijd uiteindelijk naar jezelf kijken en denken van oké, dit wil ik of dit wil ik niet. En als mensen daar niet blij mee zijn, dan niet. Maar toch sterk blijven, sterk in je schoenen blijven en toch echt voor jezelf uiteindelijk kiezen en niet voor de andere mensen. Oké, dankjewel. Heb je heel mooi gezegd, Barot. Veel succes bij Hamilton Bright. Ja. En we hopen gewoon dat je verder kan ontwikkelen en gewoon doen wat je graag wil doen en waar je interesses liggen. Dus bij deze bedankt en veel succes, alsjeblieft. Barot.